Dit is Nederland. Het is niet veilig meer op onze straat. Bejaarden worden zelfs aangevallen. Afschuwelijk. Pak je dood, jongen. Hulpverleners worden aangevallen, met de dood bedreigd. Ambulancebroeders kunnen hun werk niet meer doen. Dit is Nederland van nu. Hé, hey, jongen, die feiten tegenhoeren, jongen. Op donder hier nou, hè? Blijf van mijn camera af, man. Dit is wat onze dochters iedere dag meemaken. Hardwerkende burgers worden te vaak overvallen. Soms wel 3 keer per maand. Het is helemaal te gek voor woorden als de eigenaar die zijn eigen bezit verdedigt in de cel komt. En de dader in de watten wordt gelegd. Tot hier en geen centimeter verder. Bij Trots op Nederland wordt Nederland weer een veilig land. Dan kunnen burgers weer hun eigendommen verdedigen. Criminelen worden keihard aangepakt. De politie wordt weer de baas op straat. En in de dorpen gaan de bureaus weer open. Bij heel veel Nederlanders staat het water tot aan de lippen. De overheid neemt al jarenlang de verkeerde beslissingen die u handenvol geld kosten. Wij zijn het zat. Dat moet veranderen. Weg met die betutteling. Weg met die bureaucratie. Geen uitkeringen meer voor mensen die niet willen werken. En geen geld meer naar het buitenland. Dat hebben we nodig voor onze eigen mensen in nood. Zoals bejaarden en gehandicapten. Ondernemers verzuipen in te veel regels en te hoge belastingen. De motor van onze economie loopt vast. Weg met die vennootschapsbelasting. Weg met de successierechten. 1 belastingtarief voor iedereen van 25%. Soms is het leven moeilijk en dan moet je doorbijten. Dat heb ik ook gedaan voor ons land. Als minister waardeerde u mij om mijn doorzettingsvermogen. Wel, ik ben er weer en ik ga knokken. Ik ga zorgen dat het weer veilig wordt op straat. Dat mensen de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Dat hardwerkende mensen ontvangen wat ze verdienen. Kortom, ik ga zorgen dat u weer trots wordt op Nederland. Ik ben Rita en dit is Arthur, onze financiële man. En Karel, de arts. En Kees, de politieman. En dit is de rest van ons fantastische team, wat u gaat vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Wij tekenen voor Nederland. U ook?